keust in een fontein. Tomke, Tomke, maar de Sjen, wat ik kreeg een ha? Janajoe had een plastic kokerke in de hand. Wat is dat? Een bellenblaas. Daar kan ik mooie bellen mee blazen. Let de Sjen. Janajoe draait het dekseltje eraf. Ze houdt het stokje met het roentje voor de moelen. Ze blaast. Jee, wat een mooie bellen. O, je verschillende kleuren. Is een grut. Mag ik een keer? Wat voorzichtig, Jer. Hij is kreknaai. Janajoe jouwt de bellenblaas om Tomke. Tomke blaast en blaast. De bellen zweef je alle kanten uit. Nou, maar ik weer. Ja, even wachtje. Ik wil nog een keer een... Nee, Oerjaan. Het is Minus. Nee, nog één keerke. Nee. Janajoe krijgt Tomke zijn hand en loekt eraan. Maar Tomke wil de bellenblaas net Oerjaan. En dan... Valt het kokerke op de grond. Alle chips op rint eruit. Stomme Tomke. Nou kan ik net meer bellen blazen. Alle chips op is op. Ja, nou. Daar kon ik toch niks aan doen. Je valt de koest of dan moest ik net nou. Op mijn horen. Cornelia, Jetteben. Wat is dat er aan? Hij hem ruzie. Tomke, die had niet naar je bellenblaas vallen letten. Och, heen. Nou, dat is ik sneu. Maar net koele, Janajoe. Ik weet hoe je nieuwe chips op maatje kennen. Ja? Cornelia helde de flessen mij al was kort. Ze spuit het wat in het kokerke en doet er wat wet erbij. Zo, nou kun je maar weer blazen. Gelukkig. Mooi, hè? Cornelia gaat naar binnen. Dan betinkt Tomke wat. Zullen wij bij poevrouw de bellen voor het Ruud-Delfli en litte Janajoe? Oké. Ze stappen de tuin van boervrouw in en koekeloeren terug het Ruud. Maar boervrouw is er net. Nou. Hé, hey, wat zit daar in de tuin? Wat is dat voor ding? Dat is boervrouw haar fontein. Op een grutte stien zit een visk die het wetter uitspuit. Wat is die fontein smarrig. Er liggen al je bletjes in. En modder. Hé, we kennen wel even een skimmaatje. Dat vindt buurvrouw Verst heel mooi. Ja, oké. Ze vijen mij de handen in de fontein. Maar echt skim wordt er net. We moeten een wassel haar of zo. Ik hel je de oorwaskwast op. Tomke draaft wordt. Als er weer omkomt, roept er... Ik ga het oorwaskwast ik mijn om. Oh, dat is een goed idee. Spuit je er maar wat in. Dan begin ik mijn oorwaskwast te poetsen. Ja, oké. Tomke houdt de bus boppen de fontein. Hij knipt erin. Heel vol. En nog eens. En nog een keer. De visk spuit het wetter omheen. Ho maar. Zij is het wel goed. Janajoe begint te poetsen. Maar dan... Oh, Mr. Shen. Er komt een hele protte bellen. Ja. Ja, die visk die kan echt bellen blazen. Ja, dat is grappig. En sokken grutten. Oh, dat ken wij net, hè, Janajoe? Nee, maar... Het werd er nou wel heel volle. Ik zie de viskaas niet meer. De wind blaast. De bellen zweef je trot de tuin. En nog volle fjeder. Ek naar het hoes van Cornelia. Die zit krek voor het Ruud. Hé, wat een protte bellen. En zulke grutten. Kinnen Tomke en Janajoe sokken grutte bel, maatje? Hoe was ze dat? Oh, dat wil ik zien. Cornelia gaat op onderzoek uit. Ze schot in de tuin. Gaan Tomke en Janajoe te zien. Dan jet ze bijna stemkes. In boervrouw haar tuin. Nou, boervrouw is net thuis. Wat toch die band en nou? Cornelia stapt boervrouw haar tuin in.
daar zat ze Tomke en Janajoe. Hè? En een hele grote berg van skom. Tomke, Tomke, toch wat. Er komt vissen te volle skom. Ja, maar ik weet net hoe ik het stopje mat. Die fontein die mat uit, maar ik weet net hoe. Ik zie ook geen knopje. Wat is dit? Huh? Het lijkt het wel een kunstwerk. Hij heeft dat mij die bellen blaas maken. Oh, dat vind ik wel heel knap. Dat hebben wij net niet. Dat had die visk in. Visk? Wat voor visk? Dan heeft Cornelia in hem de fontein spuitje. Nou, begreep het. Oh, de visk van de fontein. Maar hoe ken dat? Nou, de fontein die was smarrig. En nou, toen woon bij hem skimmaatje. En toen had Tonke er alles kwart in spuiten. Een hele protte. Nou, begreep ik het. Die fontein die mat uit. Aansluit de hele tuin vol skom. Oh, misschien wordt boervrouw wel heel leuk op huis. Oh, lokker gaf ik een kaai van boervrouw haar hoes. Ik zal dat dadelijk hinnen en de stekker eruit loeken. Dan hoort de fontein wel op. Een skofke letter hoort het stremen op. Maar het skom gaat net voort. Als Cornelia waarom komt, zei Tomke... Maar hoe maakt dat nou mij dat skom? Oh, dat wordt vanzelf wel weer waard, denk ik. En als het nou net voort gaat? Nou, dan had boervrouw een prachtig kunstwerk in de tuin. Ja. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.